Ook vanochtend nog zat het schip Noorderlicht muurvast. De 14 leerlingen en de rest van de bemanning werden vannacht onverwacht wakker geschud. Toen ik wakker werd, toen hoorde ik het geluid van de boot dat tegen de kant aankwam. En toen schrok ik wel heel erg. Toen dacht ik echt van, oh help, wat nu? Toen ik de knal hoorde, toen zat ik wel zo van, wow, er is echt iets gebeurd. Het zeilschip waar Max en Charlotte op zitten, kon geen kant meer op. Toen moesten we het gaan evacueren. En toen werd er gezegd, trek al je kleding aan die je mee hebt. En zorg dat je het goed warm hebt. En toen zijn we dus van boord gegaan in de bootjes naar het eilandje. Rond 2:30 vannacht ging het mis. Door het slechte weer zag de bemanning niet dat ze dicht bij land zaten. Het schip kwam vast te zitten bij het eilandje Rugholme in Noorwegen. En kon dus niet doorvaren naar hun eindbestemming Spitsbergen. De Noorse politie moest komen helpen. De meeste lagen en sov, så det ble jo en sannsynligvis en støkk for dem da båten plutselig stoppet. Nå var ikke farten veldig stor da. Den er vel opplyst å ha vært rundt en 6 knop. Ingen skader på personell, og båten ser så langt ut å være uskadd. Det er i hvert fall ikke meldt om noen lekkasjer på båten. De kinderen maken een zeilreis van een maand om te leren zeilen, maar ze krijgen ook gewoon lessen zoals op school. Vandaag zijn ze maar begonnen met het vak mediawijsheid, nu ze zelf in het nieuws zijn. Daarom interviewt Max zijn lerares. Hoe gaat de reis nu verder verlopen qua onderwijs en de reis over het algemeen? Ja, die gaat gewoon door. Het doel is dat we naar Spitsbergen gaan en volgens mij hebben we hier, zeg maar, wat we nu hebben meegemaakt met elkaar. Het is eigenlijk best wel bizar, maar het is gewoon eigenlijk een hele super leervolle situatie voor iedereen. Het schip kon 's middags weer verder varen richting Spitsbergen.